Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Te gast vandaag Eddy van Heel. Hij is eigenlijk het levende bewijs dat preventief gezondheidsonderzoek werkt. Hij voelde zich vrij beroerd, maar zijn vaste artsen in het ziekenhuis wilden hem niet onderzoeken omdat hij geen koorts had. Vervolgens is hij bij pre-scan door de molen gegaan en daaruit bleek dat de nier die hij destijds geschonken had aan het afsterven was. Hij was er net op tijd bij, dus hij zit hier in levende lijven. Eddy, goedemorgen, van harte welkom. Goedemorgen. Heb je nou de neiging je bij elk kuchje of elk pijntje te laten onderzoeken? Nee, dat is niet nodig. Ik voel mijn lichaam redelijk goed aan en ik doe dat wanneer het echt noodzakelijk is. Ik moet zeggen dat de specialist waar ik onder behandeling sta, als het om mijzelf gaat, in Enschede, die doet echt wel goed werk. Alleen die periodes zijn, de controles zijn 1 keer in de 3-4 maanden. Mocht er echt iets tussendoor zijn dat ik het niet vertrouw en dat ze zeggen van ja, wacht nog maar even, dan zou ik voor de zekerheid toch even een bloedonderzoek doen. Ja. Want je hebt een donornier, ik zei het net al, kantje boord geweest? Nou, er zijn eigenlijk 2 dingen aan dat verhaal. Allereerst is de nierziekte bij ons naar voren gekomen, terwijl ik eigenlijk al bij een uroloog liep. Alleen de nierziekte die ik had, die viel onder een specialisme interne geneeskunde. En ik was naar huis gestuurd met, ja, het zal wel niks zijn en als je het echt wil weten, moet je maar via de huisarts weer een nieuwe verwijzing vragen. Mm-hmm. Op dat moment was ik net begonnen met pre-scan. En ben ik zelf door de molen gegaan en eigenlijk binnen 20 minuten wisten ze al dat ik een redelijk zware nierstoornis had. En ben ik daarna acuut opgenomen en moest ik een niertransplantatie krijgen. En het verhaal wat jij net vertelt was een jaar na die tijd. Ik heb een nier gekregen van mijn beste vriend. Mooi cadeau. Remco, ja, heel bijzonder. En ik voelde me na een jaar wat minder goed. Toen belde ik inderdaad naar Groningen. En Groningen zei van ja, zolang je geen koorts hebt, je polieafspraak is over 3 weken, kom dan maar terug. En dat vertrouwde ik niet. Dus ik ben s'avonds naar ons laboratorium in Noordhoorn gereden. En toen bleek dat de afstoting al vol in de gang was. En dat, nou, ik had geen 2 dagen later moeten zijn, zei de specialisten Groningen. Dus uiteindelijk heb ik daarna 2 dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is de nier behouden gebleven. Heftig. En zit ik hier nog. Dus dat is in ieder geval heel goed. Ik kan me voorstellen dat dat best wel relativerend werkt, hè? Als je gezondheid zo te wensen overlaat. Tegelijkertijd heb je bij het runnen van een bedrijf toch een soort monomane levenshouding nodig. Het botst dat af en toe niet eens? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb, voor mij is het allerbelangrijkste is mijn privéleven. Mijn gezin en de goede vrienden die ik heb. En ik kan het heel goed mixen met het werk. Dus ik werk veel. Maar ik hou altijd in mijn achterhoofd dat ik ook nog een privéleven heb waar ik veel omgeef en waar ik tijd aan moet besteden. Ja. Ja. Nu zijn er in Nederland best wel veel artsen die zeggen dat preventief gezondheidsonderzoek eigenlijk overbodig is. Hè? Tegelijkertijd scherm jij altijd met cijfers waaruit blijkt dat 15% van de mensen die binnen jouw bedrijf een onderzoek doen, dat daar blijkt dat er iets ernstig aan de hand is. Hoe verklaar je dan toch dat er vanuit de medische wereld zoveel tegenstand is tegen het toestaan van dergelijk preventief onderzoek in Nederland? Nou, de tegenstand wordt minder. Donderdag een week geleden heb ik met Schippers om tafel gezeten, ook met de Landelijke Huisartsenvereniging en Nederlands Huisartsengenootschap, Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Mm-hmm. En nog een aantal van dat soort partijen en hebben ook gekeken van goh, het is toch eigenlijk heel raar dat we het verbieden, dat we zeggen van nou, het mag gewoon niet. En het zal toch onder strenge voorwaarden goedgekeurd moeten worden. Mm-hmm. Dus daar staan wij ook achter. Omdat je eigenlijk niet eraan moet denken dat je op elke hoek van de straat zometeen een scanner krijgt en dat je niet weet waar de beelden worden gecontroleerd en dergelijke. Maar in het begin was het zeker zo. In het begin was er heel veel tegenstand. En ik denk dat op het moment dat je een privaat initiatief lanceert en je bent geen arts, ik ben verpleegkundige van oorsprong. En ik heb het opgericht samen met Jan Santingen, die was een ondernemer. Zat eigenlijk meer richting de autobranche en dat soort dingen. Ja. En dan ben je echt een vreemde eend in de bijt. En artsen die nu bij mij werken, die zijn destijds, 13 jaar geleden, bij ons gekomen om met ons een gesprekje te voeren en te kijken van nou, hè, wat voor jongen zijn het. En die hadden zoiets van, ah, maak je maar geen zorgen. En Jan had een soort van Hawaii shirt aan. Dus ze hadden daar meteen een oordeel over, terwijl wij gewoon heel serieus stonden in wat we wilden gaan doen. Mm. Maar ik denk wel het idee van, oh, private zorg, dat is meteen commercieel. Terwijl wij meer zien als, je bent wel privaat, maar dat betekent alleen maar eigenlijk dat wij ons geld vanuit de consument moeten krijgen en dat we hebben geen overeenkomst met zorgverzekeraars. Maar dat betekent niet dat je je werk slecht doet, sterker nog.
Wij moeten het heel erg hebben van onze mond-to-mond reclame. We zijn heel veel in de media, dus we moeten echt een goed product leveren. En daar staan we ook achter. En het idealisme zit hem niet in dat we dachten, oh, we gaan een mooi bedrijf oprichten. Maar het idealisme zat erin dat Jan en ik allebei in 8 maanden tijd 3 mensen verloren die niet hadden hoeven komen te overlijden. En dat zet ons aan denken. En zeiden we even, nou, hoe kan het nou zijn dat die mensen, dat een verkeerde diagnose of een te late diagnose is gesteld, dat ze zelf eigenlijk op zoek waren naar wat anders, maar nergens terecht konden. En dat is het idee geweest. Maar voordat je dat over de bühne hebt en voordat je met specialisten daarover kunt praten, ben je jaren verder. Ja, 13 jaar. Terwijl je zou denken van, het is een vrij duidelijk verhaal en makkelijk uitlegbaar. Ja, maar ik denk dat het met name daarin zit. Als een professor Pinedo dat had gelanceerd en dat waarschijnlijk heel Nederland zegt van, nou, dat is prima en vooral doen. Maar goed, die 2 jongens uit Oosten waarvan één ook nog verpleegkundige is, ja, maar niet kijkende hoe serieus we met alles bezig waren en hoeveel mensen er eigenlijk achter staan. Het is natuurlijk een enorm concern geworden. Met veel klinieken en veel specialisten die eraan werken. Mm-hmm. Dus dat we zijn elke dag nog aan het innoveren, dus dat is super. Ja, want op dit moment moeten mensen nog net de grens over van Duitsland om zich helemaal te laten onderzoeken. Al hebben jullie ook een vestiging in Baren, waar volgens mij hartonderzoek plaatsvindt. Hè? Ja. Eventjes, wat je zegt, het is een enorm concern geworden. Leg even uit, in hoeveel landen zijn jullie actief momenteel? Wij zijn nu actief in Duitsland, in Nederland, in Oostenrijk, Engeland. En we gaan nu ook in Amerika van start. Daar gaan we dit jaar van start. Ja, en we zijn nu eigenlijk, hebben plannen om het veel breder uit te gaan zetten. Dus we zijn aan het oriënteren nu van oké, welk land is interessant voor ons. En daar willen we zeg maar ook met 1 voet binnen de deur gaan. Ja, Amerika, dat lijkt me echt doodeng. Hè? Want je hoeft maar 1 verkeerde diagnose te stellen of je wordt helemaal kapot geprocedeerd. Ja, dus dat moet je heel goed indekken. Dus heel belangrijk is in eerste instantie dat je ervoor zorgt dat de kans op een gemiste diagnose of een vals positief zo klein mogelijk is. Nou, dat doen we natuurlijk al jaren. Maar in Amerika moet je nog oplettender zijn, omdat mensen echt voor de meest ridicule zaken kunnen gaan procederen. Dus we hebben een hele goede advocaat en die zeg maar alles voor ons dicht timmert. En we doen echt een second en een third reading. Dus op elk beeld wordt nog door onafhankelijke specialisten een 2e keer en ook een 3e keer beoordeeld. Zodat je daar zo min mogelijke kans hebt op een fout diagnose. Ja. Ja. En waarom in Amerika? Is dat gewoon vanuit de gedachte dat je de wereld wil veroveren, zo groot mogelijk wil zijn? Ja, ik vind Amerika een prachtig land. Dus ik ben in China geweest, ik ben ook in Arabische landen geweest. In Dubai hebben we ook even gekeken. Maar Amerika is wel het land wat heel dicht ligt bij Nederland. Qua de manier van waarop je product kunt vermarkten en hoe mensen ook denken. Mensen zijn zowel conservatief, maar ook heel progressief. Ze zijn erg met hun gezondheid bezig. En de combinatie met dat het ook een land is waar ik heel graag kom. En heel veel kansen zie, denk ik dat het een unieke kans is. Daarnaast is het zo dat Amerikanen zijn ook heel erg gewend om zelf de regie te nemen op allerlei zaken. Het is een land waarbij de overheid niet paternalistisch ingesteld is. Met Obama heb je wel gezien dat iets meer die kant op ging, maar ik verwacht dat met de volgende president dat weer wat teruggetrokken. Maar ik denk dat mensen zijn heel erg gewend om voor zichzelf op te komen, regie te nemen. En dan past het product natuurlijk heel goed bij. Ja. Een hoop mensen, oudere mensen met veel geld. Want dat is ook een beetje de hoek waar jullie aan denken. Miami heb ik wel eens horen vallen. Jullie beginnen in L.A. geloof ik. Ja, beginnen in L.A. Ja, Californië is natuurlijk vrij groot. Dus we gaan ook richting San Francisco. En natuurlijk, wat je zei, Miami, omgeving New York. En zo zijn er nog een aantal gebieden, wat met name de mensen die ik daar heb zitten, die zijn het nu aan het analyseren. Van goh, waar zouden we best kunnen gaan zitten en hoe zit het ook met regelgeving, want elke staat heeft een andere regelgeving. Silicon Valley is natuurlijk een heel mooi gebied om te zitten, ook qua ontwikkeling, want er is ontzettend veel gaande op het gebied van preventieve gezondheidszorg. En wat dat betreft is Amerika, loopt wel voorop. Hmm. Ja. Ja. En het Midden-Oosten heb je naar gekeken, China heb je naar gekeken. Ja. Waarom werd het daar geen... Ja, het Midden-Oosten is echt hard work. Ik vind het Midden-Oosten, we zijn er geweest. Ik ben op initiatief van een aantal Nederlandse artsen ben ik daar naartoe gegaan met een delegatie. En hebben we gekeken van nou goed, hoe,
hoe is het dan met de infra en hoe is het dan met de vraag? En ik vind het echt een luchtbel. Met name Dubai zijn we dan geweest. En ja, het is ontzettend moeilijk om afspraken te maken. Er wordt echt geen afspraak nagekomen. Ja, dus we waren daar, we zouden een aantal bezoeken doen. Mensen waren gewoon niet aanwezig, dat soort zaken. En dan heb je toch, kom je met vier ambassaden. En we hebben echt, het was allemaal heel serieus. Ja, daarnaast heb ik het idee dat er van allerlei mooie dingen worden opgezet, maar dat de klanten er lang niet altijd zijn. En China is daarentegen een land waar, nou, je direct met de president en de vice president en iedereen ga je eten. En van allerlei afspraken die je er krijgt. En dat is heel veelbelovend. Alleen in China zelf is het heel moeilijk om je te vestigen. Met name, wij zijn een product wat business to consumer werkt. Qua marketing kun je heel weinig. Hè? Dus je bent echt afhankelijk van de mensen die daar zitten. Het is allemaal staatstelevisie. En Chinezen gaan ook veel naar het buitenland. De Chinezen die gaan veel richting Bangkok of richting Hongkong om hun check-ups te doen. Ja. En als ik dan moet kiezen tussen, oké, je kunt niet overal tegelijk zijn. Kiezen tussen Amerika, China of Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Dan zou ik het liefst gaan voor, of de Verenigde Emiraten. Dan zou ik het liefst gaan voor Amerika. Ja, ja, ook veel leuker om naartoe te gaan. Ja, veel leuker. Ja, ja. Ja, ja. En hoe financier je dat? Want een paar jaar geleden heb je in je eigen organisatie best wel flink moeten snijden. Hè? Mensen eruit, alle ellende die erbij komt kijken. Nu zo'n enorme stap. Waar haal je dat geld vandaan? Nou, we hebben partners, dus we doen het niet alleen. Hè. In Amerika wordt het echt een joint venture waar we wel een meerderheidsaandeel hebben. Dat geldt ook voor de andere landen. En we hebben uiteraard, we doen veel vanuit de cashflow. En dus we proberen zoveel mogelijk zelf te financieren. We hebben goede afspraken met banken, mocht het nodig zijn. Nou ja, en het kan best zijn dat voor de ventures die we nu aangaan, dat we een investeerder erbij moeten trekken om een aantal investeringen te kunnen doen. Ja, ja. Je praat nogal over wat, stel ik me zo voor. Ja, ja, en zeker op het moment dat je zelf gaat bouwen. Dus op het moment dat wij daar samenwerkers overeenkomsten aangaan met bestaande ziekenhuizen, dan is de investering nog steeds wel groot, maar is kleiner. Die zit hem dan met name in je identiteit, je serviceverlening, wat je allemaal op één lijn wilt hebben. Alleen dan staat bijvoorbeeld een apparaat er al. In Amerika is toch wel het idee om vrij snel zelf centra neer te zetten. En dat gaat wel gemoeid met behoorlijke investeringen. Ja. Ja. Nu heb je in Nederland heel veel marketing gedaan via bekende Nederlanders. Hè? Ben je in Amerika al wat lijntjes aan het uitgooien? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik krijg toevallig volgende week nog iemand. Ik kan zijn naam nu nog niet noemen, maar het is een van de hoofdpersonen van Prison Break. Komt bij ons. William Baldwin is onlangs geweest. En we hebben zo toch wel ook een aantal mensen die we niet mogen noemen, die we dus ook niet kunnen gebruiken. Maar we proberen wel op die manier wat ook in Amerika meer bekendheid krijgen. En dat werkt daar wel. Ja, in Nederland werkt het ook. Nou, we hebben mensen gezien als Henny Huisman, geloof ik. Leon de Winter, die een groot pleitbezorger is. Ja. Hoe werkt het dan? Komen die BN'ers naar jou toe en die zeggen van, nou, ik wil eigenlijk wel eventjes weten of ik gezond ben. En als ik nou mijn kop leen, mag ik dat dan gratis? Nee, zo gaat het eigenlijk niet. Nee, mensen melden zich aan en wij hebben enorm knal via. Dus we hebben enorm hoog ambassadeurschap. En die ambassadeurs vertellen het verder. En dat is, ondanks dat we heel veel marketing doen, is dat eigenlijk onze grootste toeleverancier. En het BN'erswereldje is ook niet zo heel groot. Dus die mensen melden zich bij ons aan, ondergaan het onderzoek. En wat ik vaak wel doe, is dat ik er zelf bij ben en kijk of ik met zo'n tafel kan. En kijk, als zij gewoon zegt van, goh, ik wil wel op de Wall of Fame. We hebben dan een fotocollage en dan doen ze een quote. Ja, vaak willen ze dat wel doen. Zeker op het moment dat ze zien dat er meerdere bekende Nederlanders of collega's op staan. Of op het moment dat we echt een campagne gaan doen met ze, is het natuurlijk een ander verhaal. Op het moment dat we een Henny Huisman gebruiken of een Willeke van Ammerooi of een Leon de Winter, dan moeten daar natuurlijk wel aanvullende afspraken voor gemaakt worden. Dat is niet zonder meer gezegd dat ze dat natuurlijk van niks doen. Nee, snap het. Ja. Toevallig was ik dit weekend, sprak ik een huisarts en die zei van, ja, een van mijn patiënten die heeft zo'n preventief gezondheidsonderzoek gedaan en daar bleek dat ze een kieste had op de eierstok. Geen enkel probleem, kon ze 100 mee worden en ze had er ook helemaal geen last van. En toch, 2 dagen nadat ze dat onderzoek had gedaan, zat ze huilend bij hem aan het bureau omdat ze er zo'n last van had. Waarvan hij zei van, ja, dat is precies het argument waarom ik er niet voor ben dat mensen dit soort onderzoeken gaan doen. Snap je dat ergens ook?
Nee, ik snap voor dit individuele geval dat een huisarts zegt van ja, nee, dat is eigenlijk niet wat ik zou wensen. Aan de andere kant, kijk, een kiest op de eierstok, afhankelijk van welke kiest het is, maar de meeste kiezers zijn onschuldig, zitten er al heel lang. Hmm. En wij geven mensen ook aan dat het een kiest is die er al heel lang zit en dat het gewoon een blaasje eigenlijk is gevuld met vet en vocht. Meer is het niet. Nee, maar die psychologie is natuurlijk dus net zoiets. Nou, dat is over het algemeen is dat niet zo. Dus mensen, wij doen zelf veel onderzoeken na, ook onderzoek naar geruststelling. En we hebben ook een groot klanttevredenheidsonderzoek. En wij komen bijna nooit voor, en daar zijn we ook heel duidelijk in, dat mensen met een kiester, vergelijkbaar met een vetbultje of een ratje op je huid of iets dergelijks, dat mensen daarvan helemaal overstuur naar de huisarts gaan. Omdat wij heel duidelijk kunnen aangeven wat het is. En daarentegen staat dat wij met regelmaat ernstige aandoeningen vinden. Waarvan wij wel zeggen, hier moet je mee naar de huisarts. En op het moment dat die huisarts diegene krijgt, dan zal hij daar eigenlijk blij mee moeten zijn. En het aantal mensen waarvan wij geen diagnose kunnen stellen, waarvan we zeggen van nou, we weten echt niet wat het is, het moet toch vervolgd worden. En dat is een klein percentage. We kunnen met redelijk grote zekerheid zeggen of iemand iets ernstigs heeft of dat iemand zich er niet druk over hoeft te maken. Daar zit altijd een heel klein percentage bij waar je dat misschien moeilijker kunt stellen. Alleen ik durf wel te beweren dat in de absoluut grote meerderheid wij mensen geruststellen of doorverwijzen terecht. Je zou kunnen zeggen of denken van iemand heeft iets onder de leden dat eigenlijk geen behandeling behoeft en ook helemaal niet erg is. Dus laten we dat niet vertellen. Dan raken ze er ook niet van psychologisch van de kook. Nee, maar je moet dingen wel melden. Kijk, je zou eigenlijk eens moeten kijken hoe zo'n gesprek gaat. Maar de arts zegt in eerste instantie, in zo'n geval, we hebben het onderzoek gedaan en we hebben niks gevonden waar u zich zorgen over hoeft te maken. Zo begint altijd een gesprek. Of iemand zegt, goh, we hebben wel wat gevonden en we beginnen daarmee. Je gaat niet een heel riedeltje doen met zaken, terwijl ergens na 5 minuten het ernstige ding aan de orde komt. En van daaruit zie je plaatjes en de arts, eigenlijk wat de arts zegt, is niet van daar zit een kieste. Kijk, zie je hem daar zitten? Het is wat gewoon aangeeft, er zit niks. Daar zit een kleine kieste, hoeft er zich geen zorgen over te maken. Daar zit, op het moment dat iemand nog vragen heeft daarover, dan leg je uit wat het is. Maar er wordt heel sterk de nadruk op gelegd dat het niks ernstigs is. En wij kennen die verhalen nauwelijks. Dat betekent niet dat we geen garantie kunnen geven dat de huisarts niemand krijgt die zich zorgen maakt over een kieste. Ik begrijp zijn punt bij dit individuele geval, maar ik weet ook wat er tegenover staat aan de andere kant. En dan denk ik van ja, er is geen enkele reden om te stoppen met het onderzoek. Nee. Zie je zelf nog wel eens een ziekenhuis van binnen, hè, als patiënt. Hoe kijk je nou aan tegen de reguliere gezondheidszorg in Nederland? Je hoort daar een hoop geklaag over. Deel je dat? Ja, op zich denk ik dat wij een prima gezondheidszorg hebben. Alleen is de gezondheidszorg heel sterk gericht op ziekenzorg en niet op gezondheidszorg. Dus eigenlijk wordt er pas actie ondernomen op het moment dat er klachten zijn en er een vermoeden is voor een bepaalde aandoening. En dat is anders dan waar wij voor staan. Wij denken dat je met preventie heel veel kunt winnen. En wij vinden ook dat niet iemand naar de arts heen hoeft op het moment dat hij echt ziek is. Ik denk dat de gezondheidszorg wel onder druk staat en nog meer komt te staan, omdat het gewoon veel minder betaalbaar wordt. En als ik kijk wat wij betalen per maand aan gezondheidszorg, als ik kijk wat de gemiddelde Nederlander betaalt voor zijn ziekenfondspremie. Ziekenfonds is het niet meer, maar zijn verzekeringspremie. Dan ben ik wel heel benieuwd of hoe dat over 10 jaar eruit gaat zien. Daarnaast, als ik kijk naar Enschede, het MST, daar bouwen ze een ziekenhuis van honderden miljoenen. Echt een prachtig ziekenhuis. Gaat men over het budget en er moeten vervolgens nu, ik geloof, 200 mensen ontslagen worden. Hmm. En dat gaat echt dan ten koste van de zorg. En daarnaast zijn het prachtige eenpersoonskamers. Maar ik weet zelf vanuit verpleegkundige, als verpleegkundige, dat een eenpersoonskamer ook nadelen met zich meebrengt. Een verpleegkundige moet 4 keer zoveel lopen op een dag. Op het moment dat ergens een bel gaat of 3 bellen. Waar ligt je prioriteit? Waar ga je naartoe? Er is geen sociale controle meer. Op het moment dat iemand onwel wordt en die ligt tegenover een ander, die kan op de bel drukken, maar de ander kan op de bel drukken. Degene die onwel wordt, dan in dat geval niet. Ja. Maar dat soort zaken, daar is denk ik zelf minder over nagedacht. En
Ja, ik hou in die zin wel mijn hart vast. Ik denk dat Schippers dat heel goed door heeft. Maar we moeten zorgen met z'n allen dat de zorg gewoon betaalbaar blijft. En dat ook er echt wordt gekeken naar wat is noodzakelijk in de zorg om hem betaalbaar te houden. Ja, tegelijkertijd profiteer jij natuurlijk van de mensen die bereid zijn extra te betalen voor de gezondheidszorg. Althans voor de check-ups. Ja. Ja. Daar zit wel een bepaalde spanning in natuurlijk. Ja, nou, het is inderdaad een aanvulling die we bieden en een gat wat we vullen. En het is mooi dat wij er een bedrijf van hebben gemaakt. Maar aan de andere kant zou ik ook als verpleegkundige wel willen dat het niet nodig zou zijn. Op het moment dat alles gewoon perfect geregeld is in Nederland. En ik denk wel dat we daar dus nu naartoe gaan. Als ik kijk van wat hebben we na 13 jaar bereikt. Ja, dan hebben we heel wat bereikt. Het is natuurlijk fantastisch dat überhaupt dat mensen het bewustzijn hebben van een check-up. 13 jaar geleden toen we begonnen en we hadden het over een bodyscan. Nou ja, daar had je alleen maar dat ding wat op Schiphol stond. Waar je arm omhoog en je wordt gescand. Ja, nu, als je vertelt de bodyscan naar bodyscan in toets, kom je bij een check-up. Dat is al heel mooi. En het feit dat het in Nederland nu wordt goedgekeurd en dat wellicht ook ziekenhuizen hiermee aan de slag gaan. Ja, dat is natuurlijk super. Ja. En dat hebben we wel bereikt met elkaar en daar ben ik best trots op. Ik kan me voorstellen. Ja. Eddie, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7digits.tv.